Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Vrijwel geen bewolking in onze omgeving. Het ziet er prachtig uit. Maar de satelliet ziet de laaghangende wolken van dit moment niet. En dat betekent toch dat we grijs starten. Maar die wolken die zijn dun. En dat betekent dan weer dat ze in de loop van de ochtend al voorzichtig beginnen te breken. En vanmiddag gaat op veel meer plaatsen de zon schijnen. Uiteindelijk eindigen we vanavond zelfs met strak blauw weer. Met lang zon tot die ondergaat. En het resulteert ook in een heldere nacht de komende nacht. Vandaag temperaturen van 13 tot 15 graden. Vanavond gaat het kwik vrij snel omlaag naar 10 tot 12 graden. En in de nacht komt de temperatuur op een graad of 2 uit. En kan het aan de grond zelfs een graadje vriezen. Morgen dan een zonovergrote dag. Weinig wind uit het zuiden en zeer zachte lucht. 20 tot 21 graden in het binnenland. Op de Wadden zo'n 15 tot 16 graden. Maar in Noord-Nederland komt de temperatuur alweer hoger uit. Dan is dat prachtige lenteweer van korte duur. Want maandag hebben we al veel meer bewolking. Kleine kans op een klein beetje regen. En die neerslagkans neemt in de loop van volgende week verder toe. Vooral woensdag is een natte dag. De temperatuur gaat naar 11 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.